wel een voetballer die vaak mijn stories kijkt, maar hij volgt me niet. Maar ik kijk wel dagelijks mijn stories, dus dat is een beetje... Het is weer zover. FHM heeft de 500 mooiste vrouwen van Nederland op een rij gezet. En vanavond wordt de lijst onthuld. Voetbalzone is erbij en maakt bekend wie de mooiste voetbalvrouw, de WAC 2022, is geworden. Wat is een WAC? Oh, ja, daar ben ik. Voetbalvrouw is dat, heb ik geleerd. Wat was het nou, een WAC? Wives and girlfriends van voetballers. Sporters? Oh, weet ik veel. Ja, wij zijn niet zulke sportfanaten. Nee, dus we zijn geen sportfanaten. Nee. Een WAC is een hele mooie voetbalvrouw, toch? Ja, zeker. Een beetje zoals jou, alleen je vent voetbal niet meer. Nee, ik heb hem dus nooit zien voetballen. Hoe stom is dat? Ik heb hem wel zien voetballen. Ja, was hij goed? Hij was heel goed. Hè. We kwamen een beetje in 2001, 2002, 2003. Goede Ajax met Maxwell, met Andy van der Meijden, met Zlatan. Dus zeker te weten, absoluut. Gratis eten, gratis drank. Mooiste vrouwen van Nederland. Mijn vriendin is aan het werk, dus ik ga vanavond lekker loslopen. Ja, dat klopt, hè? Dat klopt. Dus jij bent lekker aan het werk en dan kan ik kijken waar ik naartoe kan. Ik hoorde net dat je de tractor wordt genoemd. Waarom is dat? Ja, dat heb ik in Bologna in Italië heb ik een bijnaam gekregen, de tractor. En ik heb de bal en dan loop ik eigenlijk naar het doel toe. En iedereen die in mijn zicht komt, die gaat neer. Dus daarom heet ik de tractor. Hebben jullie wel eens DM's gehad van voetballers? Ja. Oh! Ja. En van wie? Elke dag. Oh, echt? Dat meen je niet. En ga je er ook wel eens op in? Ja, soms. Het ligt aan wat ze zeggen. Als ze alleen maar een smiley sturen, ga ik er niet op in. Maar als ze een leuke opmerking maken, dan zeg ik, oh lief, dankjewel. Ja, ja, dat. Wat is de meest originele die je ooit gehad hebt? Even nadenken. Weet niet van, wat doe je vanavond? Of waar woon je? Waar kom je vandaan? Dat soort dingen. Of wat is je snap? En dan reageer ik niet. Niet DM's, maar er is wel een voetballer die vaak mijn stories kijkt. Maar hij volgt me niet. Maar ik kijk wel dagelijks mijn stories, dus dat is een beetje... Hij doet heel veel moeite. Hij zoekt je helemaal op en dan gaat hij kijken. En dan kan je zien dat hij kijkt en dan... Hij heeft toch geen move gemaakt? Nee, dat niet. Maar hij heeft ook gewoon een vrouw. Dus dat is het ding. Ja, heb ik als schatje. Ja, zeker. Ook van coureurs. Ik heb ze ook als echt. Nee. Dit nieuws voor je? Nee, coureur. Hè? Mij nog niet. Ik zei nog niet. Toen was het nog Hives tijd. Toen heb ik nog wel eens met een voetballer via Hives gekrabbeld, heette dat. Maar niet, niet een DM. Niet recent, nee. En ook geen dates of iets dergelijks? Ja, in het ver verleden. Ja. Die achtervolgde me gewoon door de pc heen. Dat was heel heftig, een voetballer. Ja. En dat meen je niet? Zo heb je hem afgeschud dan? Ja, ik was in shock. En toen zei hij, ik moet nu weg voordat mensen ons zien praten. Terwijl hij naar mij kwam. Ik dacht, wat zeg jij? Ja. Oh. Ja, zeker wel. Ja. Onder andere van ex-voetballers. Nu hebben we kindjes samen, dus het kan allemaal, hè? Ik heb haar een brief geschreven, e-mailtje geschreven. En toen heeft ze twee weken niks van zich laten weten. En toen dacht ik, nou, wat verwend nest. Toen heb ik nog een keer geschreven, ja, reageer maar alsjeblieft. En toen, een paar maanden later, hebben we elkaar ontmoet. En het was in Rotterdam, dat was mooi, een hele mooie ontmoeting. De mooiste voetbalvrouw van Nederland 2022 gaat naar een hele talentenjaren. De mooiste vrouw van Nederland 2022 is geworden.
bent nu de mooiste voetbalvrouw van Nederland. Betekent dat jouw vriend de allermooiste naast zich heeft staan? En wat vindt hij daar dan van? Nou ja, ik had het net al met hem over van wat nou als ik win? En ik zei, ja, dat zal wel niet. En hij zei, nou, ik geloof er wel in. Voor mij ben je de knapste. Dus ja, hij vindt het natuurlijk alleen maar leuk. Ik ook. Dus ik ben wel trots. En hij is ook trots, denk ik. Ik vind het wel terecht hoor, dat jij gewonnen hebt. Dankjewel. Hey, en dan zie je al deze fotoshoots hier van al die mooie dames. Hoe was jouw fotoshoot? Oh, ik vond het zo spannend. Maar het eindresultaat ben ik heel trots op. Isabelle is echt een waanzinnige fotografe. Maar ik zit er niet elke dag zo bij, hoor. Nee. Hoe zit je er meestal bij? Nou, gewoon in mijn jongenbroek. Dit was het FHM 500-event van dit jaar. De awards zijn uitgereikt. Het feestje is nog in volle gang. Bedankt voor het kijken. Jullie kunnen nog steeds laten weten in de comments wie jullie favoriete vrouw is. En abonneer je vooral op Voetbalzone.